vanuit Studio De Mandenmaker aan het Spuiplein Praatje Politiek. De politieke talkshow van RTV Bunschoten. Uw gespreksleider, uw rots in de branding, Maarten van der Molen. Vandaag in Praatje Politiek is mijn gast Loes van Buren. Zij is burgerlid van de SVP in de commissie Samenleving. Ik ben blij dat ze er is en ik ga boeiende onderwerpen met haar bespreken. Loes, goedemorgen. Goedemorgen, Maarten. Leuk dat je er bent. Ik had je al een tijdje op de korrel en nu is het dan toch van gekomen. Ja, mooi. Ik vind het leuk. De insteek is dat we even een landelijk probleem aan de haak nemen. Ja. En dat betreft die coma-zuipers. Ja. Coma-zuipers, er wordt nu van gezegd, moeten de rekening in het ziekenhuis zelf betalen. Eerder was het al zo dat ze de ambulance zelf moesten betalen. Hoe vind jij dat? Die Kingma uit Enschede, die riep dat. Het is een schande dat er zoveel coma-zuipers komen. Ja. Die moeten het maar zelf gaan betalen. Nou ja, ik vind het helemaal betalen is natuurlijk een dure aangelegenheid. Maar vaak draaien de ouders daarvoor op. Maar een gedeelte zou niet verkeerd zijn. En zijn de ouders niet in staat om dat te kunnen bekostigen, dan is er nog een alternatief dat bijvoorbeeld de kinderen een taakstraf krijgen of iets dergelijks. We hebben ook een jeugdbeleid en een opvoedondersteuner. Die is 16 uur in de week aanwezig bij ons en die zijn voor zulke soort gevallen. Er zijn videobeelden, laat die kinderen maar eens ermee geconfronteerd worden. Yeah. En daar is aandacht aan schenken. Heb je het gevoel dat het hier in het dorp voorkomt of is dat grote stadsproblematiek? Grote stads, maar ook in het dorp. Ik ken gevallen, of gevallen is een beetje een zwaar woord, maar er is een geval wat mij bekend is. En daar is dat zeker in gebeurd. En die moest ook opgehaald worden. En het was niet alleen drank, dat was ook nog met drugs. Dus die jongen was er helemaal aan. En die is opgehaald. Ja. Dus het speelt wel. Is dit nou een situatie waarbij Nederland of de wetgever eigenlijk geen raad weet met zulke soort gevallen? In principe niet, nee. Want we praten er wel heel over. En er zijn hulpdingen zat die aangereikt worden. Ja. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo. Ik ben zelf ook jong geweest. En iedereen is jong geweest. En op een gegeven moment... Ja, dan ben je opstandig, dan zit je in qua leeftijd, dan weet je alles beter. Ja. En dat duurt een aantal jaren en dat ebt vanzelf weer weg, maar het moet natuurlijk wel begeleid worden. Ja, coma-zuipers. Is dat een mooie link naar het jeugdbeleid? We hebben het jeugdbeleid is hier afgelopen donderdag, even op 8 maart aan de orde geweest in de raadsvergadering. Ja, klopt. Daar is alcohol ook een onderdeel van. Ja, dat klopt. Dat zou een heel mooi thema zijn om dat mee op te pikken. Het gebeurt ook wel, want kijk, we hebben ook van de boeien lopen ook jongens langs de straat. En die informeren ook bij de jeugd. En hoe zit het nou en wat doe je nou zo'n hele dag? Dus die praten er wel over, maar ze pikken het wel op, maar ze doen er verder niks mee. Dat is wat ik net al zei, dat is gewoon de leeftijd waar ze mee zitten. En ze willen allemaal stoer en groot doen voor elkaar. En ja, het enige wat je kunt doen, praten, begeleiden. Ja. En daar blijft het vaak bij. Helpt dat? Als iemand coma zuipen, zich ladderzat wil drinken? Dan gebeurt dat toch. Het gebeurt bijvoorbeeld niet alleen coma zuipen. Je hebt heel veel met drank te maken in het dorp, ook met drugs. In het beleid staat ook van dat een rapport van de GGD dat het hier wel meevalt. Ja. Nou, wij zijn verkeerd mensen, niet dagelijks. Wij komen af en toe bij de gemoedige moeders en daar luisteren we. Ja. Dan praten we met elkaar en het is echt schrikbarend hier in het dorp. Dus, is dat nou nog steeds nodig? Want er is ook discussie over, zijn die moedige moeders nog nodig? Hè? Ja, die zijn zeker nodig. Die doen goed werk, want iedere ouder kan bij hen aankloppen. En als ze met een probleem zitten, dan kunnen die moeders ook weer instanties inschakelen en bellen. Dat ze opgenomen worden. Dus het is wel dergelijk goed werk wat ze doen. En zeker noodzakelijk. Ja. Jullie hebben ook gereageerd op die raadsvergadering over dat jeugdbeleid 2012-2015. Ja. Jullie leggen erg de bal neer bij de ouders. Hè? Ja. De ouders zijn verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen van hun kind. Ja, nou, dat vinden wij ook. Maar dat gebeurt dus niet overal. Niet, iedereen. Niet overal, maar goed, dat komt ook weer voortvloeiend uit ouders werken. Tegenwoordig alle twee. Kinderen komen naar school. Vroeger, als ik thuis kwam, kreeg ik een kop koffie. Hoe was het op school? En tegenwoordig, de ouders zijn er niet. Ze zijn aan het werk. En ze pakken een glaasje cola en ze gaan met hun vrienden op stap, vriendjes. Ja. En ja. Stoer doen? Vaak wel onderling. Ja. Stoer doen.
Is daar een rol voor de politie weggelegd? Bij de ouders was wel duidelijk, hè? Die hebben een rol, dat vinden we allemaal. Ja, zeker. De een heeft daar meer bij, de ander heeft daar minder bij. Nog even over die ouders. Als nou een ouder die precies weet hoe dat nou moet? Nou, er is opvang zat. De boei heeft echt hele leuke punten waar je naartoe kan. Voor ieder iets wat er maar op de wereld is, kun je naar een instantie toe. Yeah. Dus ze kunnen daar naartoe gaan naar de boei en er zijn instanties die begeleiden hun. Ja. Yeah. Zijn dat de ouders die uiteindelijk er zelf niet meer uit de voeten kunnen? Ik bedoel, jij hebt kinderen, ik heb kinderen, veel mensen hebben kinderen die vanuit een bepaalde overtuiging hun kind opvoeden. Ja. En uiteindelijk lukt dat niet omdat ze in de puberteit zijn of zo, hun eigen weg willen gaan. Ouders hebben daar geen grip op, geven liever geld mee, zodat ze hun eigen gang kunnen gaan. Ja, die zijn er natuurlijk ook. En het is natuurlijk heel jammer dat de ouders daar dus zo weinig aandacht aan besteden. En dan, als ik maar van het gezeur af ben, is het dus vaak, die gevallen zijn er. Ja. Maar over het algemeen wordt er natuurlijk wel goed over gesproken door de ouders met de kinderen. Ja. En je moet blijven praten, ouder blijven praten met de kinderen, wat ze ook gedaan heeft. Wat ook vaak gebeurt, mijn kind doet het niet. Maar dat is het domste wat je kan zeggen. Je moet het gaan onderzoeken. En met het kind bepraten en zeggen van, ga daar niet aan mee, de gevaren zijn dit en dat, let op. Dat wordt veel te weinig gedaan. Ja, het is natuurlijk ook zo dat ze dan, we hebben hier veel clubs, dat het belangrijk is dat de gemeente ook die clubs blijft ondersteunen. Ja. Omdat die kinderen dan lekker kunnen voetballen of handballen of whatever. Ja, natuurlijk is het goed dat de gemeente die clubs blijven ondersteunen. Maar ondersteunen, kinderen doen toch vaak haar eigen ding. Die laten dreigen niet leiden. Tuurlijk moeten ze geleid worden. Ja. Maar ze gaan vaak echt met vrienden gewoon zelf op pad. Ja. Jullie leggen ook een punt dat de overheid zulke soort dingen die allemaal moet regelen. Dat jeugdbeleid. Hè? Dat de overheid terughoudend moet zijn. Dat echt de ouders, dat zijn degenen die het moeten regelen. Ja, dat vind ik ook. Ja. Tuurlijk mag je steun van de overheid hebben. Dat is sowieso nodig. Maar het blijft toch een groot punt van de ouders. Ja. Een ander punt is ook dat jullie daar hebben geroepen op de, of verteld hebben op de raadsvergadering, de EHBO. Ja. Dat het belangrijk is dat de jeugd al met EHBO lessen in aanraking komen. Daar heb je iets over te vertellen. Ja, nou, het is leuk dat je dat aanhaalt. Wij hebben van de SVP, onze partij dus, wij maken ons daar al een paar jaar nu inmiddels sterk voor. En kijk, op school hebben ze zoveel sport en vrije tijd. In de vorm van leuke dingen doen die je in de lesuren tegengekomen. Wij hebben dus met elkaar gezeten en gezegd van, kunnen wij eens niet iets leuks, hè, voor de kinderen doen, EHBO lessen. Vaak vinden de kinderen dat ook leuk. Nou, we hebben dus de mensen even, bij... Even voor duidelijkheid, het is niet opgenomen in het jeugdbeleid zoals het is vastgesteld. Nee, helaas niet. Het buiten het beleid gebleven, maar jullie hebben de handschoenen opgepakt dat dan ze initiatief gaan uitvoeren. Ja, en dat is zo jammer van dat het er buiten gebleven is. Terwijl we wel gevraagd hebben van, kunnen we dat niet oppikken? Nou, er was geen ruimte voor. Nou, dus we hebben het zelf gedaan. Okay. We hebben dus het Rode Kruis, de grote directiecomité, hebben er van alle directeuren van de school bijgehaald. En een verpleegkundige uit Garden hebben bij elkaar gehaald. Hebben in het gemeentehuis gezeten, alle groepen bij elkaar. En gezegd, jongens, laten we eens met elkaar gaan praten. Hoe kunnen we dat opstarten? Okay. Nou, dat is een avondje brainstorming geweest. Nou, we hebben de dingen onderzocht. Nou, het bleek mogelijk. Dus het is hartstikke mooi. Dus hebben we dat later verder uitgewerkt. We zijn naar al die directeuren van de scholen geweest, zijn Peter Frans en ik geweest. Hebben we het naar voren gebracht. Nou, die vonden er in eerste instantie, ja, leuk, maar hoe gaan we dat oppikken? Ja. Nou, zo en zo kunnen we het gaan doen. Dus laten we het gaan onderzoeken. Nou, hun ook weer met elkaar overlegd. Nou, weer terug heen en weer. Dus nu gaan de 6 scholen gaan we starten. Oh. En dat is super mooi. Ja. En het jaar erop, als het goed gaat, dan gaan alle scholen starten. Dus nu beginnen we met 6 scholen. En kijken, nou, er komen altijd wel kinderziektes tegen, wat zou beter kunnen. Dus ja, het is van de grond. Top. Dat is hartstikke goed. Ja. Want het is juist jullie punt geweest. Ja. Niet meegenomen in het jeugdbeleid. Nee. Maar dan heb je het, laten we zeggen, zelf geregeld. De directeuren hebben groen licht gegeven. Ja. Voor welke klassen gaat dat, in welke klasse gaat dat gebeuren? Even kijken, groep 8. Ja, ja, de oudste. Ja. En wij kwamen ook met voorstellen, bij wijze van spreken, nou, je naar de CITO-toets heb je een mooie gelegenheid om dat op te pikken met die kinderen. Dan hebben ze die CITO-toets gehad. Er is wat meer ruimte voor ze. Dus er zijn mogelijkheden zat.
Want het is niet zo dat het over een heel jaar gaat, af en toe een half uurtje, ergens een echt zo'n cursus van een halve ochtend of zo? Nee, het is gewoon een zeg maar anderhalf uur, één keer in zoveel tijd. En is geloof dat er 5-6 lessen zijn. En dan krijgen ze gewoon een diplomaatje. Ze worden wegwijs gebracht in het EHBO, wat alleen maar goed is. Oh. We hebben het vorige, zeg maar 5-4 weken terug met de mevrouw van Tamelen hier bij de viskraam. Die een hartstilstand kreeg. Niemand kon die mevrouw helpen. Niemand kon het. Mijn kleinzoon heeft erbij gestaan. En nog meer kinderen die waren zo geschrokken. En die weet dus waar wij dat op EHBO aan de scholen willen brengen. Die zei ook van, oh mijn god, misschien had ik wel kunnen helpen als ik die les gehad had. Of wel iets dergelijks. Dus het is best wel belangrijk. Ja. Ze kunnen elkaar helpen. Ja. Oké, dus het gaat gebeuren. Wanneer gaat het voor het eerst? Dat is, we krijgen nog verdere informatie, maar dat is volgens mij in juni. Maar, oh, nog dit schooljaar? Ja, nog dit schooljaar. Okay. Zeker weten doe ik het niet. Maar daar moet ik nog even wat meer over met elkaar. Dat is een succesvol punt voor jullie. Ja, top. Dat is goed geregeld. Ja. Een ander punt. Het boek van Peter Vas Koops. Ja, mooi. Wat vind je ervan? Ja, hartstikke mooi. Dat doen. Ja, ik vind het super. Er staan dingen in zijn beleving wat hij meegemaakt heeft. En dat is alleen maar mooi, ook voor de mensen in het dorp. De mensen kunnen het lezen, kunnen een beetje zien hoe het gaat in de raad en hoe de politiek bedreven wordt. Ja. En hij vindt het hartstikke leuk en wij ook. Ja, en goed, je kunt het inmiddels kopen, hè? Ja. Ik zal het even nog laten zien van Peter Frans, boek. Mensen kopen het, mooi. Ja. Oké, van slippendrager tot lokale wilders. Oké. Ander punt is, Loes, de kiosk op zondag. Ja. Er wordt iets moois gebouwd bij het kleine zeetje, bij het strandje. Mm-hmm. Alleen ja, het punt is, die kiosk waar je wat eten en zo kunt kopen, die is op zondag open. Ja. Hoe vind je dat? Niet verkeerd. Kijk, we zijn een christelijk dorp. Ik ben zelf ook christelijk. Maar we hebben ook mensen die niet christelijk zijn. En die gewoon wat willen nuttigen. Yeah. En gewoon relaxed een zondag benutten. Ook van een rustdag. Maar gewoon op hun manier. En die mogelijkheid moet er ook zijn. En mensen, als er mensen aan het storen. Ja goed, je hoeft daar niet in de buurt te zijn. Je kunt ook ergens anders wandelen. Ja, dus, ik vind het geen bezwaar dat op zondag open is. Nee. Iedereen moet zelf weten. Die is voor zijn eigen verantwoordelijk. En als degene wel wil, die gaat. Wil degene niet, die gaat niet. Ja. We leven nu eenmaal in een tijd wat eigenlijk heel normaal is dat de dingen open zijn. En ja, Spakenburg komt daar ook niet meer aan. Er zijn nog meer tenten hier open. Ja, dat klopt. En er gaat ook steeds meer worden. Even kijken, ik had met jou nog graag willen praten over het speciaal basisonderwijs. Ja. We hebben daar in vorige uitzendingen wel over gesproken met de KAP, met Rickert Heijnen. Ja. Hoe zit de SVP daarin? Nou, wij vinden het een heel mooi initiatief en ja, wij ondersteunen dat. Wij steunen dat zeker. Niet geen busjes meer naar buiten toe? Nee, het kost alleen maar geld en waarom zouden we het hier niet kunnen proberen? Proberen kun je altijd, je kunt met elkaar overleggen. Er komt een school vrij, dus de locatie is aanwezig. Nu kost het ook heel veel geld. Ja. En waar een wil is, is een weg. En ja, wij steunen dat zeker. Ja, de scholen stonden er niet onwelwillend tegenover? Nee. Nou, dat is mooi. Want ik kan me ook zo voorstellen, dan gaan dus kinderen daar naar buiten het dorp naar school dan. Ja. Je hebt ook zelf vaak wel eens kinderen die ziek zijn, die lekker zijn. Voor de ouders is het, en het kind is het alleen maar prettiger, want je kunt het nu even ophalen als het niet lekker is. Anders moest een kind de hele dag ook op school daar blijven, want het wordt niet even heen en weer gebracht. Dus er zitten ook heel veel voordelen in. Dus wij ondersteunen het. Ja. En meen dat ze een soort pilot gaan organiseren, zeg maar een meeting waar het nog eens besproken wordt, Daar zijn jullie op zich wel positief over. Ja, zeker. Ja. Ja. Ander interessant punt is de drooglegging, de blauwe en de rode. Het gaat er weer aankomen, 24e. Ja. Jullie hebben aangegeven, moet je dat nog wel steeds doen, geachte medes van de groep, de burgemeester, laten we zeggen, die gaat daarover. Hoe denk je dat dat zijn vervolg krijgt? Gaat dat gebeuren dat het niet wordt drooggelegd? Ja. Die kans zit erin dat het niet drooggelegd wordt. Maar wij pleiten er wel voor om het een keer te gaan proberen. Het is al zoveel jaar geleden. Tegenwoordig gaan ze ook allemaal met elkaar groepjes indrinken. Ja. Ze drinken ook veel, dus nu heb je eigenlijk ook geen overzicht. En wij hebben een soort enquête gedaan. We zijn ook in de Boezeroen geweest. Je kon zo op in de Bunschoten kon je erop reageren. Van hoe denken jullie erover? Nou, echt zeker.
70% is voor om het weer te gaan proberen. Want de mensen, en er wordt ook gezegd, ja, dat zijn alleen de jongeren. Echt niet. Er zijn ook volwassenen, mijn leeftijd, ook ouderen, die zeggen van, waarom niet? Wij hebben het niet veroorzaakt. Je hebt bijvoorbeeld de Zuidwal. Daar wordt ook veel gedronken. De Rupfeest gaat ook goed. Het is altijd goed gegaan. Het is toen veroorzaakt door hooligans van buitenaf. Oh, ja, ja. Zelfs de rooien en de blauwen hebben toen elkaar nog geholpen. Dus en kijk dan, risico's zijn altijd overal. Dat kan ook bij de Zuidwal, dat kan ook bij het rugby. Ja, voetbal is toch wel iets aparts, hè? Ja, natuurlijk is het aparts. En we zitten natuurlijk ook niet op te wachten dat het uit de hand zou lopen. Maar het is te proberen waard. Ja. Heeft de burgemeester hierop gereageerd? Wat is de stand van zaken? We hebben het wel eens naar voren gebracht in de commissie. En dan werd er een beetje, waarvoor zouden we het doen? Gaat goed. En natuurlijk is het lekker als het goed gaat. Maar we kunnen het toch gewoon proberen. Ja. De politie tegenwoordig, of de burgemeester, mandaat genoeg achter de hand. Dat zag je ook vorige keer. Als er wat is, is politie zat, hè, dat er opgetreden kan worden. Dat kan nu toch ook. Als er jullie ligt, mag er weer geschonken worden tijdens de derby. Ja, want dan is er ook veel meer overzicht. Nu wordt er met elkaar ingedronken. Dan weet je helemaal niet wat er gebeurt. En op veld kun je, heb je het mooi in de hand, kun je zien. Dan kun je op een gegeven moment zeggen, jongen, even lekker rustig aan door een steward. Je hebt al zat op. Je zou misschien een tijd kunnen inlassen, dat je niet de hele dag maar kan drinken. Ja, ja. En wat ik ook jammer vind van die drooglegging. Ja. Ik bedoel, je hebt hier allemaal pezanten, er komen een hele hoop mensen van buitenaf, die zitten hier lekker op het terrasje, die willen wat nuttigen. Nee, je kan niks krijgen. Ja. De horeca hebben, ik weet niet hoeveel verlies erop, die vinden het absoluut niet leuk, die wil ook liever schenken, maar door dan een stelletje, onnozele raddraaiers de boel fysiek te hebben, gemeente, hoeft de gemeente er niet voor op te draaien, de jeugd. En de ouderen, want die lusten ook wel een biertje. Ja, en weer de rol van de ouders. Je wil wel naar de voetbal gaan, maar beheers je met drinken. Ja, maar dat is er overal mee. Dat is overal. Overal moet je in beheersen. Ja, voordat je ouder bent. Nou, ik vind het zelf niet moeilijk. Nee, hè? Je moet veel praten, communiceren. Komt het allemaal goed. Praten met je kinderen. Dat wordt te weinig gedaan. Oké, nou, leuke dingen besproken. Had jij nog een onderwerp, Loes? Ja, dat was eigenlijk het HBO, maar dat hebben we net al aangehaald. Ja. Nou, ik had wel een onderwerp, dat is eigenlijk, je hebt bij ons in het dorp, ik zal het er kort over houden. Je hebt buitenlandse mensen, die kunnen dan interkerkelijk dus naar bijeenkomst komen en dan spreken we over het christendom. En daar zat ik met verbazing. En, bij geweest? Ja, daar ben ik bij geweest. Dat heeft me echt verbaasd. Maar daar wil ik graag een andere keer op komen. Ik wil dat iets verder gaan onderzoeken. Maar ik was wel geschrokken. Dus daar komt nog een vervolg op? Ja, er komt zeker in de media? Op. Ja. In gezonde brieven of iets in die richting? Zoiets in die richting. Maar ik wil graag eerst ook met dominee erover praten. Oké. Okay. Dat vind ik wel net zo netjes voordat ik alles ga roepen. Ja, dat is misschien wel inderdaad netjes. Oké. Nou, we hebben boeiende, interessante dingen besproken. Ik dank je wel voor dit gesprek. Ja, dank je wel, Maarten. Dat was leuk. Graag een andere keer. Ja, oké, dank je wel. Beste mensen, we naderen de 25e uitzending van Praatje Politiek. En daarin natuurlijk een eregast. En wie kan je dan beter doen? De eerste burger van ons dorp. Dan is Melis van de Groep mijn gast. Graag tot dan. Tot een andere keer. Tot ziens. Dag.